Het is in ieder geval een zware ontgoocheling. Ja, Jeremy, kut met peren, hè? Ja, dat is inderdaad kloten, hè. Maar we bedanken toch iedereen voor jullie komst. Dus we hebben echt heel veel steun gehad aan iedereen. En maar we blijven ervoor gaan, hè. Vriend, wat jij vooral niet mag vergeten, er is geen enkele recensent die jou niet helemaal boven het lijstje heeft gezet. Van Peter Goossens tot Gert Mangeleer tot Sergio Herman, hoewel hij dat daarnet niet wou toegeven. Ze vinden jou allemaal, of vonden jou allemaal, de beste kok. En deze heerlijke mooie dame. Ik denk dat niemand zoveel complimenten vanavond heeft gehad als jij, Naomi. Ja, dat is waar. Bedankt, echt wel. En vergeet niet, er was ooit eens een zangwedstrijd waar Natalia tweede in werd. En Natalia is nog altijd een grote ster, hè. Gaan we zuipen? Wij gaan zuipen. Dat is de vraag die nu beantwoord wordt. Wie wordt de winnaar van mijn poppenrestaurant? De live finale van mijn poppenrestaurant. Ben je zenuwachtig? Dat begint straks altijd van de kop naar. Is het zoals altijd bij je weer zo'n exact hetzelfde geval hier op het Mierenplein in Brussel zijn heel veel mensen samengekomen die er ook vast van overtuigd zijn dat straks hier de auto komt aanrijden. Of hier uit de voorauto met daarin de jury met daarin heel veel centen. Hier zijn jullie helden, hier zijn... te houden, lieve vrienden. Ik weet dat jullie enthousiast zijn. Maar Jeremy, jij wil ook nog iets zeggen? Ja, dankjewel iedereen voor jullie komst. Dat is al een komst eigenlijk. We hebben het niet heel goed voorbereid. Maar dankjewel iedereen voor de trouw. Gewoon, het komt bij iedereen terecht voor alles. Het is afgelopen voor jullie. Het restaurant bestaat niet meer en zal nooit meer bestaan. De klanten zijn allemaal vertrokken. En je ziet dat ook het personeel helemaal onder een luid applaus hier vertrekt. Brussel, jullie helden, Jaro en Hannes staan heel klein. En ik ga de microfoon doorgeven, want ik ben zeker dat jullie ook iets willen zeggen tegen al die mensen. Moet hij beginnen? Ik ga even dichter bij staan. Want hier in willen jullie het alsjeblieft een beetje stiller maken? Want dit zijn natuurlijk zenuwslopende momenten voor Jeremy, Noemi en een hele team. Sven, ik heb de deurklink alvast. Oh, ik kan ook even hier vragen in Brussel aan alle mensen op het plein. Willen jullie nu al beginnen juichen? Dat is niet te vroeg. We gaan het heel stil maken hier op het plein. En ik ga op de klink vastnemen. Het grote moment is nu nabij. Noemi, nog één laatste reactie. Gaat het die deur gewoon open? Dat kan ook, Sven. Wat is jouw laatste reactie? Gewoon niets. Ze zijn sprakeloos. Ik denk dat we niet al meer moeten wachten, Kurt. Dat denk ik ook niet. Oh, het is de deur niet open.
Ja, Barpen, gazek, gazek, rood, wit, onderstaat, voor als ik zeg je boer. Rood, wit, onderstaat, de kazelaar. Rood, wit, onderstaat, ik man uit verloor. Sinds gisteren is het onherroepelijk gedaan voor 22. De laatste borden en drankjes werden geserveerd. Rustig de laatste service afsluiten zat er met de finale inzicht niet in. Het staat wel heel veel geld op het spel, ten eerste, ten tweede. Het is gewoon afgelopen hierna. En dat geeft zo wat een raar gevoel dat het gewoon gedaan is. En ook gewoon dat je ziet wat er allemaal rond ons is, dat is echt waanzinnig wat er allemaal komt. Dus ja, het is echt spannend. Antwerpen, hier zijn jullie helden, hier zijn Jeremy en Noemi! Na een lange slopende dag was het dan eindelijk zover. Het aftellen naar het verdict kon voor Jeremy en Noemi eindelijk beginnen. Maar de winst zat er niet in voor het Antwerpse duo. Sticks & Stones was al 3 keer genomineerd voor eliminatie, maar wint nu toch Mijn Pop-up Restaurant. De verslagenheid is groot in Antwerpen, maar Jeremy en Noemi laten de moed niet zakken. Ja, het is toch wel een kleine domper. Maar oké, dat is een spel toch erbij natuurlijk. Hè. We hebben het nu niet gewonnen. Het is vallen en opstaan, dat hebben we ervoor altijd gedaan. We zijn nu gevallen, we gaan nu eerst zwart opstaan en op naar het volgende. Hè. Voor Jeremy lijkt een toekomst in de culinaire wereld verzekerd. Maar nu wil het duo toch vooral even feesten. We gaan eerst nog een stapje zitten. Even volledig losgaan. Goed rusten en bezig gaan met volgen, hè, want het leven stopt niet. Hè. En jij, Naomi? Net hetzelfde. Even rusten en even goed weggaan nu met het team. Even nog genieten. En dan gaan we gewoon doordoen. Hè. Jobsaanbiedingen zijn er dus.